Hallo kijkers, Filter MC90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van GTA 4. Volgens mij aflevering 65. En we hebben net een sms'je gekregen van Roesie, waarin staat: Nico, give me a call when you ain't killing people or working on your deals. En ik ben een beetje verkouden. Or whatever, there be new race going on all over town. Destroy that shit. Wie? Dat heb ik al gezegd, Roesie. Dat doen we nog wel, maar niet vandaag. Oké? Vandaag wil ik gewoon mooi naar Peggy toe. En ja, ik weet niet wat we gaan doen. Ah, mooi, een taxi. Taxi! Ja, dat kan ook. Dit kan ook. Gaan we naar Peggy. Hey, geen probleem. Ik wil even kijken hoe die rijdt, jongens. Want... Don't fuck about, let's go. Late for a big bank, friend. Ik wil even weten wat de snelste weg is op die brug. En of deze gast ook stoel moet betalen. Dus ook eens, we kijken heel even naar hoe deze gast rijdt. Doen we niet zo vaak. Maar nu gaan we wel even kijken, want ik ben benieuwd of deze gast tol moet betalen. En of die wild rijdt of niet. Hij zit een beetje met een spiegeltje bezig, wat leuk. Geweldig. Ziet er wel mooi uit zo. Ik ben alleen even... God, oh god. Taxichauffeur, kunt u wel rijden? U maakt net een botsing. Met de klant achterin. En nog één. En nog één. En dan zeg hij dat ik wild rij. Oh, nou, geweldig. Betaalt die ook tol of niet? Daar ben ik benieuwd naar. Daarom kijk ik ook. Daarom kijk ik ook. Hoor ik een helikopter? Oh. Een helikopter. Wat gaat die doen? Gaat die landen? Geen landen eigenlijk. Dus we moeten de volgende keer daar even kijken. Want misschien is daar wel iets heel leuks. PS, er stond op de kaart ook helikoptertour. Dus misschien kunnen we de volgende keer daar een helikoptertour. We kijken wat binnenkort wel even. Maar allereerst richting Peggy. In ieder geval. Jongens. Nee, ik denk dat ik hem vandaag gewoon een keertje niet doorspoel. Ik vind het wel leuk een keertje te zien. Omdat ik nog nooit... Ik heb er gerealiseerd dat ik nog nooit jullie... een taxirit heb laten zien. Gewoon zo. Volledig. En daarom wil ik jullie graag laten zien. Gelukkig is maar een klein stukje. Maar ik heb het nog nooit laten zien. Ik heb de metro laten zien, de trein... de helikopter. Ik heb even alles laten zien. Of nee, helikopter niet. Dat moeten we nog gaan doen. Maar ik bedoel, het enige wat we nog niet hebben gedaan is taxi. En daarmee kunnen we bovendien ook nog een prestatie ontgrendelen. Il Coscia. Ja, daarvoor moesten we van één eiland naar een ander eiland. Jongens, als jullie afvragen van, ga je alle achievements halen? Nee. Nee. Alleen deze was best wel simpel. Plus ik heb jullie nog nooit een volledige taxirit laten zien. En nu wel. In ieder geval gaan we naar Peggy toe. En wat staat hier? Wat voor missie krijgen we? Tree, Leaf, Clover. En ze zitten meteen alweer te snuiven. Wat geweldig. There he is. Nico Bellic. God, ja, echt geweldige combinatie. Drank en drugs erbij. Geweldig. Derek en Gerald. Nico, ik zei het je toch, je zou nog in aanmerking komen met die twee gasten. De man van wat? Yes, it's nice to meet you. Nico's a trip, man. I met him through that Puerto Rican coke dealer. So you want to involve him in family business? What do you know about him? What I know is he likes a fight and he ain't the fucking law. Oh, no offense, mister? That ain't good enough. Well, it's good enough for me. He's a good lad, Jerry.
Was I talking to you, Brett Halfwit? Die gast is een beetje gewelddadig. I'm not talking to the unfortunate victims of brother-sister marriage. Don't you speak about my parents like that. Oh, you're fucking Cleopatra. 15 generations of brother-sisters fucking, and you're so thick you take orders off my idiot brother Packy. Who's so stupid? Oh, wat geweldig. Hier een hele familie ruzie. Broer tussen broer. If there is a problem, I'll go. No trouble. I have other ways of making money. There's no problem. Jerry just likes to think he knows best about everything, which is why he's been married 3 times already and still won't admit he likes men. Ik ga me hier niet meer bemoeien, jongens. Die ruzie, laat maar bezig. Don't screw up. Packy, take care of Derek. He's been away. And you? Nou, wat is er met mij? Nothing personal, but don't fuck with my family. Or I will fuck with yours. Okay. Leuk. En dan loopt hij weg, hoor. Maar wat gaan we doen? Want dat heeft nog niemand verteld. We hebben een ruzie gezien, maar verder niks. Met de voordoor, car. Ja, maar hier staat geen auto meer. Ja. Ja, jij reed mij aan. Pick up your forces. Nou, stap in. Kom op. Dat is Derek, toch? Ja, Derek, stap in. She's going to jail now. She's had a hard life. She suffered like Mandela. And now it's time for us to. Maar wacht even, waar is Michael gebleven? Ik zie. Alright, Becky, the shit is going down. Ik zie General. Go inside and ik zie Derek, maar ik zie geen Michael. Me and Michael here are gonna handle the civilians, while Nico and Derek manage the employees. Anyone tries anything, you put them down. Oh, is dat Michael? Once the situation has been controlled, Derek's going to rig the vault door with explosives. I got enough PE4 here to get through anything they throw at us. PE4? I never heard that. It's some limey name for C4 that Derek here picked up on. I ain't having this argument with you, Patrick. Safe to say, what we're using is controllable enough to go through any vault door without incinerating whatever's inside. In other words, we're going to bunk overfall. So they should be washable. That's going to be washable, all right. Can't wait to see what's going to be C4 residue. Even een mooie bunk overfall. And even we're so rijk worden als wat. Fucking charmer, Patrick. Second. It's PE4, not C4. Whatever, at least I'm honest about my habits, Derek. Want als hij niet ontploft, dan gaat hij de kruisdeur niet open. Mij maakt niet uit of het PE4 is of C4. Als het genoeg ontploft, dan de kruisdeur open. Dan is het goed. You don't think I know that? Jerry was right about you, Mikey. Your parents must have been twins to produce a kid as dumb as you. I'm surprised you ain't got 3 eyes, no balls, and a club foot. Don't bring my parents into this, Packy. All right. Oh, de ruzie gaat nog steeds door, hier. Once the vault door blows, I want Nico and Michael to go down into the vault to get the money while me and my brother handle the crowd control. Okay. That makes sense to me. If you guys can stop arguing for a few minutes, then I think we might be okay. Ja. Ver is het trouwens nog. Oh, het valt wel mee. Tiny pounding. Saving America from itself. It's the okay. Nou. Een bankoverval. Ik ben helemaal zin in. God, taxi, let op! Als je links rijdt en je ziet dat er een auto je komt inhalen, ga je niet opeens naar de rechter. Rij weg toe. Ja, en voor jou geldt hetzelfde. God, ze willen mij gewoon van de weg af gaan hier. Oké. Doorrijden. En linksaf. Is het hier? Yep. Bank of Liberty. Geweldig. Let's make this clean, boys. No civilian casualties. Okay. Heel wat mensen die daar zitten gewoon te wachten. None of you fucking fucks move! Get on the floor! None of you is gonna get a medal for playing hero. All you're gonna get is a wij zijn hier om de bank over te vallen. Don't none of you worry about nothing. We're here for the bank's money. It's going to a greater cause. Shut up and handle the safe! Ja, kom op. Niet te veel lullen hier. Open the door. Open the door. Ja, open. Open the door. Open the fucking door. Okay. Wait a minute. I got it. Okay. Get on the floor now. Ja, liggen. You too. Okay.
Oh, die twee gaan smoes hoor. Ja, zie je? I'm a gun club member. Oh, wat leuk. I'm gonna take these rookies downtown. Are you with me? Ik zou het niet proberen. What's your name, son? Luis. But this ain't such a good idea, bro. Yeah? They said catching that pass in my high school. Ja, gaat eraan, gast. Football game. Wij zijn veel te goed. Idea, cause I broke my leg in 13 places. But ja, en I scored a touchdown and won the game. The world was built out of bad ideas, man. Maar dit is niet hetzelfde. Dit is een bankovergeval. Geen voetbalwedstrijd. Of rugbywedstrijd. The PE4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. Okay, dan moeten we even een minuutje wachten. Now listen, people. We're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people. Fuck your cause. That shit's over. Ireland's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you said bloody Ireland. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you! Take the needle out your arm, then tell me what to do. Jongens, stop met ruzie. We zitten midden in een bankoverval. En toen was er één dood. Ik zei dat je niet moest proberen. Michael! Saint fucking Michael! Nu zijn er nog maar drie. En de kluis is open. Me and my brother watch the kids. Dan moet ik in mijn eentje al dat geld pakken. Oké. Okay. Nico, neem zoveel mee als je kan. Liefst een paar miljoen. Zijn we in één keer rijk. Go down to the vault. Yep. Veel zoveel als je kan, Nico. Is maar één stapeltje. Oh, er staat een tas hier. Ja, dat is de kluis, toch? Nou ja. Ach, nou ja. Nico, vul maar. Vul al die tassen maar. Mooi. Dat zijn drie tassen. Eén voor elk voor ons. I got all the money I could. There's still some in there though. We ain't got time to go back in. Let's move out, boys. Oké, dat klinkt niet goed. Tuurlijk. Politie. Die gasten zijn er ook altijd weer zo vroeg bij. Die gasten zijn nu eens eindelijk eens iets aan het doen. En gast, je wordt bijna aangereden. Move in! Come on, let's do this, people! Tuurlijk. De hele noes hier. Go, go, hele FBI. Go, go. Helemaal goed. Ja, dat kost me wat kogels. Dat gaan me wat kogels kosten. Let's handle this peacefully. We have you surrounded. Tuurlijk. Ja, en? Wat maakt me uit of je mij op single hebt? Ja, wacht wel even, hè. Wacht even. Zo. Daar staat nog een heleboel. Follow Becky en Derek. Oh, trouwens, deze gun ken ik nog. Nieuwe gun. Too many cops. Clear the path. Ja, ik vind het nogal ook veel cops. Oh, hier bedoel je. Even een cover. Ja, de cash is ours. Die miljoenen die in die tas zitten, of hoeveel geld er ook in die tas zitten, zijn van mij. Oké, zijn van ons. We doen het met z'n drieën. Zijn van ons. We gaan niet te egoïstisch worden, Nico. God, nog wat. Irritante politieagenten. Zo. Ook weer bijna eentje minder. Dat is er weer een minder. Gaat het goed daar? Daar staat er nog een, hè? Daar zie je. En daar. Sta op. Dan kan het nu namelijk weer gaan liggen. Zo. Mijn gun gaat zo leeg.
There are too many cops. Clear the path. Kunnen ze echt zelf helemaal niks. Ja, Nico. Sluit je hier even aan. Zo. Beetje met die gunwerk hier. Zo. En dat is nou dan minder. Follow Peppy en Derek. Wie schiet er op mij? Wie er ook schiet. Oh, snel door. Ja, ga erbij liggen, gast. Kom op. En daar is er ook weer eentje minder. Ja, wacht even. Daar zit er ook weer één. Wat ik dus zeg, de politie kan echt hier helemaal niks. Zo slecht als wat. Ze kunnen zelfs een paar bankovervallers met een hele team die uitschakelen. Maar goed ook. Levert ons geld op. Die daarbij gaat liggen, gast. Wacht even hoor. Oké. Is ook neer. Oh shit. Doorrennen. Doorrennen. Oh shit. Oh shit. Het was wel heel wat, politieagenten. Oh, filmpje. LCPD, een helikopter. Hey, ik heb ook een idee. Wat een slechte... schieter zit er in die... Echt, wat een slechte schieter zit er in die helikopter. Ja, tot ziens. Helikoptertje. God, die zijn wel... Die zijn echt overal, joh. Maar ik vind het best goed dat ze overal zijn. Ze proberen tenminste iets. En je kan beter iets proberen dan iets niet doen. Ook al zit de hele FBI achter ons aan, wij gaan namelijk proberen nog steeds beter te ontkomen. Oké. Weet je wat nou het mooie is? Het lukt ons ook nog. Zo, dat is ook weer eentje minder. Maar mijn gun raakt vanzelf wel een beetje leeg. Hey, fijn dat je open komt staan. Fijn dat je er echt bij komt liggen, jongens. Dat is ook echt het beste wat je kan doen nu, op dit moment. Gaan liggen, terwijl de mensen op je schieten, echt. Goed idee. God, dat is toch echt geen idee van uitvoering, jongens. Hoppakee. Oh shit. Kut, kom op. Oh ja, dat is die kaart. Oh god. Dan neem ik deze.
Okay. Follow Becky and Jerry. Mop, rennen jongens. Rennen. We can't let these cops down. Oh. Okay. Ja, mijn gun is bijna leeg. Go back home to your kids. You don't want to die here. Oh god. Dat scheelde echt helemaal niks. Yep. Anybody's fault what happened to him, and the explosive did its job. Yep. Both of you shut the fuck up. Ja, het is ons gelukt tot nu toe. Ja, kom op, hier naar boven. En voor het geval dat de politie denkt van wij zijn heel grappig. Ik heb een shotgun. Dus voor de politie die denkt van wij gaan even het feestje bederven. Nee. Gewoon nee. Oh, nog maar 3 gastjes achter ons aan. De FBI heeft het opgegeven. Zou ik ook doen, als ik hun was. Oh, een rode auto. Stap in, jongens. Shit, Michael, damn it. I could have been nice to him for once in my life. Heel jammer, maar ja. Kid only wanted to help. He loved you, Packy. He was happy you spoke to him. Didn't matter what you were saying. Yeah, oké. Okay. Well, alleen nog ontsnappen en het is ons gelukt. De hele mooie bankoverval. We'll give them his cut. When your kid is living a life, you gotta expect someone to come through the door and break this sort of news. That does not make it any easier to hear. And we aren't safe. Nee, helemaal niet. We don't want you to have to break no bad news to our mom. Neither do I. Oké, ja. Aan de kant, jongens. Op straat lopen is niet zo'n geweldig idee als ik eraan kom. Oh god, dat ook nog. Hoppakee, ja, dan gaan we er maar doorheen, hè. We moesten naar de overkant van die brug, ja. En als we daar een barricade gaan opzetten, ja, dan moet ik er maar gewoon zo heen. Kan er niet onderdoor, kan er niet bovenheen. Ik kan er ook niet boven langs. Dan ga ik er maar doorheen. Zoals hier ook. Ja, nou ja. Dat vertel je me nu pas. De hele tijd is de politie er al. Maar die gasten doen ook echt geen ene. Die doen echt ook helemaal niks. Oh god. Zo, dat was het ook weer. Barricades zijn een beetje te simpel, jongens. En ik ben zo alweer bijna ontsnapt. Bijna. En het was ons bijna helemaal gelukt. Ik ben bijna uit het cirkeltje. En als we ze nu niet meer tegenkomen, zijn we ze kwijt. En natuurlijk komen ze nog wel tegen. Ja, aan de kant jij. Ik moet Becky en zo afzetten hier. Ja, we have arrived. Goh, lose your wanted level. Ik zeg, komen ze nu bij aan. Oké, ik lose mijn wanted level wel even. Zo. Mooi, dat was onze wanted level, jongens. Jongens, we hebben het gehaald. We hebben de bankoverval goed gedaan. Ik stond gewoon 5 meter van een politieagent af. Maar die politieagent denkt van... Wow, ik laat hem gaan. Hij heeft goed zijn best gedaan. Oh, dat meen je, hè? De laatste 5 meter. Jongens, gelukkig weet ik hoe je dit verhelpt. Dan moet je naar iemand bellen. Bijvoorbeeld naar Brucey. Kijk, dan doet hij het weer. Zo. Ja, ja, pas op voor de politieagent. En we zijn er, jongens. We hebben het gehaald.
Thanks, Nico. You're a damn good man. I wasn't just driving you two. The money was in the car as well. Remember that. We won't forget it, Nico. Here's your cut. I tell Jerry you did good. He might give you a call or something. Okay. Voor meer werk, neem ik aan. Oké, hoeveel geld krijgen we? 250.000. Flink bedragje. Ik vond alleen dat we meer hadden mee moeten nemen. Maar ja, dat... Oh, prestatie ongrendeld. Veel exploration. Oké. Leuk. Maar ik ga even langs de ammunition, want we hebben een klein beetje geen body armor meer. En ik heb zo'n 3 ton in mijn binnenzak zitten, dus we kunnen wel een nieuwe kogelvrij vest kopen. Nico, misschien even wegwezen van die auto. Die auto staat op het punt te ontploffen. Wat ik dus al zei. Nou, dat was de auto. In ieder geval geen bewijsmateriaal meer. Die auto was het escape car. Hey, Roman belt. Nico, it's Roman. Let's go bowling. Oh, god. Okay, man. We go bowling. I come to get you in the next hour. We have a date. I am waiting for you. Ja, maar dat wordt hem niet, Roman. Als je eerder had gebeld, was het wel. Maar nee. Je belde weer eens te laat. Roman, so. Sorry, but I cannot bow with you anymore. Another time. Ja, another time. Cool, cousin. We do this on another occasion. Fantastisch. Dan gaan we even hotdog eten. 1 hotdog graag. Ik weet dat $5 kost, maar we hebben 3 ton in onze binnenzak. Dus dat kunnen we echt wel betalen. Ja, thanks. Nou, Nico, breek die auto even open. Kom op. Hey, een low color. Nico, my boy. This is Packy's brother, General McCreary. Oh, yeah. Jerry, how's it going? Good. Got a little business opportunity I need your help with. Okay. Come and sing in my mod house. Use the back entrance. Okay. I just love domestic violence. En weer een nieuwe missieleider, Jerry. Maar we zijn hier niet om nieuwe missies te krijgen. We zijn hier om ammo en zo te kopen. Oké, okay. Nou, deze, oh, die zit ook vol. Die hebben we niet nodig. Kunnen we deze nu kopen? Ja hoor. We kunnen de, volgens mij is het een M4. Volgens mij is dit een M4. Classic, reliable, and attractive to the eye. Ja, maar 30 kogels heb ik niet aan. Even vullen dat ding. Voor 30 kogels 100. $100 per 30 kogels. God, Becky, wat is het? Nico, I got a favor to ask you. What okay. Is it? Well, you've been spending time with the rest of my family. I figured you may as well complete the set. You remember my brother Derek? Came along on the bank job? Yep. Sure. He's in a bad way. Last I heard, he was spending his hours in some park, an actor. Go down and check on him. Me and Gerald will cover any expenses incurred. All right, man. I'll go find him. Okay. En weer een nieuwe missieleider, maar ik was allemaal kogels aan het kopen. Okay, die kunnen we nog niet kopen. Die zit vol. Oké. Okay. En deze sniper. Shotgun. Nope. En deze hoeft niet meer, hè? Nee. Oké. Okay. Dan zit het met de kogels helemaal vol. Even kijken waar al die missieleiders trouwens zitten. Voor de volgende keer. Oh, we hebben het derde eiland ook vrijgespeeld. Dat is mooi. Dat betekent dat we voorlopig even heel wat te doen hebben. Qua races, most wanted level, lijsten en zo. Dat doen we niet de volgende keer. In ieder geval, ik ga deze taxi even aanhouden, want ik wil naar mijn safe house. Zo, stop even, meneer de taxi. Oké. Mag ik erin? Nee, want er zit al een mevrouw op de achterbank. Ik dacht dat ik u had neergeschoten, mevrouw. De vorige keer. Ach, nou ja. Safe house, graag. Safe house. Yep. Loading. Dan even wachten. Ze rijden altijd, die taxichauffeurs rijden altijd mijn 100.000 euro wagen aan.
Weet je hoeveel dat kost, man? Om zo'n schadekrasje te herstellen. Is duur, hè? Ook al heb je 3 ton. Is nog altijd duur. Oké, even kijken of er nog een mailtje is binnengekomen. Oh ja, is er binnengekomen. Get skinny, lose the white. Oh, heel mooi. Nou jongens, jullie kunnen het lezen als jullie het pauze zetten. Ja, nee. Nico heeft niks aan afvallen. Dus nee. Oh, trouwens, is er op het nieuws al iets? Ja, zie je? Bam. Heist ends in Dead Blue Shocker. More than a half million taken. Oké. Jongens, zet het maar op pauze als jullie het willen lezen. Nou, geweldig. We staan op het nieuws. We staan in het nieuws, maar dat hebben we wel vaker gestaan. In ieder geval, kijk eens. Vind ik het wel weer mooi geweest? We hebben een mooie bankoverval gedaan. En we hebben derde eiland unlocked. En dat brengt mij maar bij 1 ding om nog te zeggen. Kijk eens even een duimpje omhoog. Help je mij mee? Help het kanaal mee? Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan gaan we de volgende keer iets heel erg leuks doen. Wat jullie laten herinneren uit andere dingen. Wat ook een Easter egg is. Maar dat zien jullie morgen. Want voor nu ga ik zeggen, doei!